Het belang van 1MCG om te oefenen onder arctische omstandigheden is eigenlijk ook het belang van het Corps Mariniers om juist onder dit soort omstandigheden onszelf gereed te stellen. Zowel voor het individu als voor de eenheid. En we zeggen dan ook op het moment dat je als individu en als eenheid in staat bent om onder dit soort extreme omstandigheden te overleven, te verplaatsen en te vechten, dan kun je dat overal ter wereld. De oefening is opgebouwd volgens het principe, zoals ik juist ook al zei, in eerste instantie het leren overleven en verplaatsen, om vervolgens over te gaan in de fase waarin we mensen leren vechten. En de laatste fase sluiten we dan meestal af met een eindoefening, waarbij we in een joint en combined setting met Amerikaanse en Engelse partners een soort van eindoefening ingaan. Nou, we hebben een zeer uitgebreid pakket aan maatregelen getroffen om hier uiteindelijk veilig te kunnen oefenen. Dus in eerste instantie hebben we in Nederland een thuisquarantaine volbracht, gevolgd door een test binnen 72 uur voor vertrek. Bij aankomst in Noorwegen zijn we ook getest door de Noorse krijgsmacht. Wederom een PCR-test om vervolgens een quarantaineperiode van 10 dagen in te gaan. En binnen die quarantaineperiode zijn we na 7 dagen zijn we weer getest om vervolgens dan eigenlijk in een soort van coronavrije bubbel terecht te komen. Helaas is de oefening Joint Viking heeft niet door kunnen gaan. Uiteindelijk is dat een Noorse beslissing die we moeten respecteren. Dat betekent voor ons dat we op een bepaald niveau als eenheid niet kunnen gereedstellen, niveau 5. Daarvoor hebben we een soort van bovenliggend hoofdkwartier nodig. Nou, daar zouden de Amerikanen in voorzien. Dus dat is jammer. Daarnaast keek iedereen ernaar uit om samen met Amerikaanse, Noorse en Engelse partners kunnen optreden onder deze omstandigheden. Als gevolg van de beperkingen ten aanzien van de coronamaatregelen heeft een derde groep uiteindelijk niet de reis naar Noorwegen kunnen maken. Dus kan niet deelnemen aan de training. Daarnaast is zo natuurlijk door het cancelen van Joint Viking dat we als eenheid niet kunnen gereedstellen op niveau 5. Maar in plaats daarvan eigenlijk blijven steken op niveau 3. En een derde is dat eigenlijk de hele trainingsperiode, met name ook aan de voorkant, dat we de training iets hebben moeten inkorten als gevolg van de quarantaine in Noorwegen. Nou, wat het betekent voor de terugkeer van de eenheid is dat we de tijdlijn iets hebben ingekort. Dus we stonden gepland op 20 maart om terug te vliegen. De mainbody, dat is nu 8 maart geworden. Dat is een behoorlijke logistieke operatie ook die we aan het inkorten zijn. Uiteindelijk moeten er 189 voertuigen en 125 containers terug. Dus daar zijn we drukdoende mee. En daarnaast is het zo dat we waarschijnlijk allemaal getest moeten worden voordat we terugkomen in Nederland. Ik ben vooral erg trots op het personeel dat we ondanks alle gewijzigde planning, partners die thuis zitten, kinderen die niet naar school kunnen, dat we toch bezig zijn geweest om onszelf gereed te stellen. En dat bewijst maar weer dat we als Corps Mariniers altijd inzetbaar zijn onder de zwaarste omstandigheden, zelfs in coronatijd.